En dan zijn we gewoon weer hier aan beland. Of niet dan. Zeg eens allemaal hoi. Hallo. Ja. Hele goedemorgen, lieve vriend, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Want ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. En ja, het is vandaag, wat voor dag leven we vandaag? Donderdag. De 15e van de 12e 2022 en we leven om 10:39. Claudia die zou komen, maar die durft niet, want het is glad. Het vierwiel onder de rijdt, al is het maar ook een dinky toy die 45 kilometer rijdt. Ja, en ik ben er ook door geweest met mijn meisjes en met de rollator terwijl het glad is. Ik ben normaal ook bang, maar die meisjes moeten eruit. Ja, en ik wil zelf een frisse neus. Dus ik heb wel mijn kilometertje gelopen hoor. Je moet gewoon slim wezen, maar dat is zij denk ik niet. Nou, ze komt dus niet en dan komt er weer een ander. Ja, ken je dat? Vroeger moest het toch ook, of je nou wilde of niet, je moest. Geen pardon, je ging gewoon naar school, glad of niet glad. Ga je maar glijend naar school, punt, wegwezen. Maar met je werk ook, je gaat maar. Dan rij je toch ook strooiauto's, denk na. Maar dat doet ze niet, kennelijk. Ik ben best boos op haar, ja, en dat krijgt ze te horen ook. En ja, ik heb ook al eens om me heen gekeken, maar ze, nee. Je mag dan wel lief zijn en waar ik bij ben het goed doen, maar waar ik niet bij ben, ja, met de Franse vlag. Ja, dan denk ze ook bij dezelfde, ze ziet het toch niet, maar ik kom er later toch achter. Ja, nou, ik ga dat wel eventjes regelen, want dat gaat het hem zo niet worden met haar. Maar in ieder geval, we krijgen dus straks bezoek. Oh ja, eerst die nieuwe vrouw. Ik ben de naam alweer kwijt. Hè? Emmy, geloof ik. Ja, zoiets. Emmy. Die komt om 11:30. Nou ja, en ik zou rond 12:30, 12:30, zoiets zou ik bezoek krijgen. Dus ik kan binnenkomen, dus ik kan gelijk hier stofzuigen. Dan is het hier in ieder geval weer schoon en netjes en opgeruimd. Zo simpel. En ja, gelachen er net. Ik heb de kleed op de bank even weer beter gelegen, want die hing helemaal op de grond. En ik haal de kussen weg, waar de dames op leggen. Vind ik een zonnebril. Ja, drie moralen. Van wie zou die nou wezen? Ja, ze hebben hem altijd zo ook op de hoofd, net zoals ik. Karin dus, hè. Ja. Dus ja, grappig. En ja, ik ben netjes gekleed. Ik heb mijn tijgerprintrok aan, die kuitlange rok. Een mooie blouse met goud erop. Goud hier al, tot helemaal beneden aan toe. En een bruin topje eroverheen. Dus ik ben helemaal netjes. Ja. En we wachten het af. En de bezoek die komt, dat is sowieso. De moeder heet Theresia en dochter heet Dominique. Ik vergat eerst die naam altijd. Ik denk, ik heb mezelf een ezelbruggetje gegeven. Gewoon aan dominee denken. En dan krijg je niet dominee, maar Dominique. Ja. En dan begint mijn neus te lopen omdat ik buiten ben geweest. Dus ik zal eventjes. Dat doe ik altijd met closetpapier of keukenrolpapier. Ja. Draai me even om. Dat is wel zo netjes, hè. Zit je weer op de vensterbank, meisje, boven de kachel? Zo, hè. Zo, ook weer gedaan. Maar in ieder geval, nou ja, die komen dus vanmiddag. Ook komt Karin vanmiddag. Dan zijn we met vier vrouwen en we gaan het gezellig houden. We gaan het gezellig maken. Gewoon eventjes fijn om bij elkaar te zijn. En ja, ik ken... Ja, poep,
Maar ik ben met Dominique. Theresia, heb ik nog nooit gezien. Daar ben ik bevriend mee al jaren op Facebook. Maar gezien hebben we elkaar nog nooit. En dan komen ze dus hier naartoe. Nou, helemaal geweldig. Toppie. En het is glad, hè? Maar ze komt wel. En richting Utrecht, daar moeten we vandaan komen. Nou, hè? Doet er me na. Nou, dat kan makkelijk. Want je moet, net wat ik zeg, je moet slim zijn. Want ik had er net ook dat ik weer de brug over zou. Nou, die brug die loopt dus zo, maar dat zijn allemaal klinkers. Nee, straatklinkers. Geen trottoir tegen mijn smalle klinkers. Dat is daar glad. Ik denk, hé, ik stap op de weg en ik ga in de spoor van een auto lopen. Daar is het niet glad. Zij heeft een dinkietooi, net zoals Mary hebt. Nou, voilà, ga in die sporen van je voorgangers rijden. Daar heb je nergens last van. Maar nee, nadenken ken ze denk ik niet. Maar ja, doet er allemaal niet toe. Ze krijgt het wel te horen van me. Ja, ik ben er niet blij mee. Nee. Je hebt gewoon te komen. Je bent niet ziek, wel? Potverdorie. Gewoon komen.nl. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga verder aan de slag hier. Ik ben blij dat, nou ja, ik kom dan om 11:30 dan. Dat is wij even zien. 3 kwartier. Dus ben ik blij mee. Ik heb de honden al uitgelaten. Ik heb de droger al draaien. Dus ik ben wat dat er gaat blij. Ja. De vaatwasser heb ik gisteravond gedaan. Dus ook daar is het schoon. Ja, zoals jullie zien, enkel nog steeds moet de linkerkant nog gedaan worden. Ja, daar is het schoon. Ja, de zon die schijnt erop, dus wat krijg je? Allemaal weer pluisjes. Daar zit me dan Marijka. Enkel die kant moet nog schoon. Want de bovenop, wat ik eruit leg, dat is vies. Ja, nou dat mag die mevrouw ook doen. Want ik heb slecht geslapen. Wat ligt daar nou weer? Weet ik niet. Nou ja, dat wordt toch straks gezogen. Ja, is dat toch weer weg. Wat wil ik nog zeggen? Ik heb jullie nou wel vast met mijn linkerarm. En nou doet hij niet zeer. Maar mijn elleboog die steekt af en toe. En dan hier ook. Hier steekt hij. Nou, dan ga ik af en toe door de grond heen. Ja, en hoe ik eraan kom? Joost mag het weten. Het is er zelf gekomen. Ik heb hem niet gestoten. Niks. Hij is niet blauw, niks. Hij steekt gewoon. Ik denk, nou, bij mezelf. Zou dat nou ook artrose wezen? Dat nou ook begint te steken? Ja, net als met je vingers, weet je wel. Maar oké. Okay. Maakt allemaal niet uit. Ik kan de pret niet boeien. Ik leef nog en ik beweeg nog en ik doe nog. Ik loop nog, ik adem nog. Ja, nou, we gaan gewoon door. Ja, toch? Gewoon duimpje omhoog. En ben je nou nog niet geabonneerd? Nou, doe dat dan nog eventjes. Ja, kom er gezellig bij. En ook de 50-plussertjes in mijn groep op Facebook. En de babbelaars. En weet ik veel. Al mijn groepen waar ik wel eens mijn vlogs neerzet. Moet allemaal bij me komen. En je eigen abonneren. En even het belletje klikken. En af en toe eens een leuke reactie plaatsen. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En je mag ook best wel wat vragen hoor, van ja, weet ik veel wat, waarom heb je geen gebit in of waarom heb je zoveel piercingen en in je tong. Ja, vraag maar raak en ringen, ik heb een heleboel ringen. Enkel dat Mr. Eon, die is kadoek. Ja, helaas, maar waar? Dat is een heli, maar wel een zware heli. Nou, ik weet niet. Ja, glad. Moet je niet op de stoep lopen. Loopt er eentje langs mijn keukenraam en die zwaaide zo de gezicht. Ja, het is glad, maar het is ook een vrouw die is zo. Maar het is een schat van een mens. Ja. Echt waar. Maar oké, lieve vrienden, geniet van je dag. Want we hebben de zon, we hebben bewolking, we hebben gladheid. Maakt niet uit. Wat we hebben, maar geniet gewoon en geniet met ons mee. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, Elwing die heeft me wat goed
Ja, ik ga jullie straks omdraaien en dan kunnen jullie zien dat ze tussen een paar benen zit. Maar de mensen willen er niet op, nee. Maar de benen mogen altijd, want ja, iedereen heeft benen, dat maakt niks uit. Nee, iedereen heeft er benen of... Ja, toch? Zeker. Dus dat komt allemaal wel goed. Maar ja, ik borstel haar nu en aan, omdat ik niet met de blazer naar buiten ga, want het is mij te koud. Ik draai jullie zo even om. Dan moet ik even uitjes. Daar naartoe. En dan moet ik ook denken hoor. Kan ik mezelf nog zien. Die weer terugdraaien. En dan gaan we naar de grond. Oh, hoe loop jij nou weg? Waarom loop je nou weg? En moet je die lucht zien? Wow. 7 dagen over weer? Kanonnen. Ga je eten? Ook niet? Waar ga je naartoe? Nou, dat is een jas. Wat ruik je? Honden. Hondjes? Hondjes. Hondjes? Hondjes, hè? Dan moet je niet gaan bukken, want ik heb nou enkel je handen en je benen. Dat is niet zo'n probleem, joh. Hè? Dat moet je niet zo'n probleem van maken. Hoe bedoel je? Je mag me er wel op zetten, hoor. Oh, kijk. Niet op internet. Ja, komt wel op internet. Ja, dat weet je. Komt op de vlog. Ja, dan zeg je gewoon, nou ja, ik ben het surrogaatzusje van Corina. Ja, oftewel het Facebook-vriendinnetje. Hé, je hebt het wel naar je zin, hè? Of niet dan? Is het niet te zien, hè? Is het niet te zien, hè? Dat ze naar de zin heeft. Echt hoor. Mooi. Ze genieten van. Maar daar zit er nog een. En die geniet ook. Die legt eigenlijk op de kou, hè? Wat ze gekregen heeft. En ik hoop gewoon dat alles daar al in blijft. Want ze heeft buiten al aan het overgeven geweest. Ja, ook dat nog. Is het lekker, kind? Jij? Is het lekker, wijfie? Oh, zo lekker! Ja. Oh, die is niet goed dicht. Wat moet je? Wat is er, schat? Even naar buiten. Doe maar. Doe dan. Zo, nou, die naar buiten. Nou, en het is de wacht op Karin. Die zat nog bij de buurman op visite. Dat moet ook kunnen. Dus we wachten gewoon. Tot later.
Nou, dan gaan we mijn mama even in actie zien, hoor. Kijk, is leuk. Gaan we rondjes om elkaar heen rijden? Ja, dat is ook leuk. Is ook leuk. Ja, dat is heel leuk. Dat is wel grappig. Ja, maar ik kan niet blijven. Ik moet iedere keer stilstaan. En dan zijn we in een hele leuke winkelcentrum in een dorp, genaamd Julianadorp. En Karin loopt voorop, hebben jullie reeds al gezien. Maar dat doet er niet toe. We lopen gewoon rustig achter eraan, want we moesten even naar de wc. Ja, ook dat moet gebeuren, hè. En hey jongens, ik ben helemaal van wat propos. En dan zijn we gewoon weer hier aan beland. Of niet dan. Zeg eens allemaal hoi. Hoi. Ja. Jullie komen er ook zo meteen bij mij doen. Maar dat is volgens mij. Ja, dus. Maar dat komt allemaal wel weer goed. Tot zometeen. Ja, en daar zijn we dan gezellig weer. Bij de helder, nees. En Nog lekker rustig, ma. Kijk, nou die lamp die is ook zo mooi, hè. En een crisisboom. Nou, ik heb mijn bordje ook volgeladen met, hoe heet die troep? Suzie? Troep? Hoe heet die troep? En ik heb er een wijntje bij, uiteraard. En ik moet nuchter blijven, Karin, en want ik ben de Bob. Ik ook, ik ben de Bob. Kijk, en de hond tot daar. En die heeft ook lekkere dingen. Wat heb jij, Karin? Ik heb gebakken banaan, ik heb kippie, ik heb sushi en dit weet ik niet, maken. Ei. Ei. Coca-Cola.
Ja, en ik pak ook jij, Dominique? Carpaccio. Carpaccio. Salm. Sushi. Sushi. Zalmsalade, gerookte zalm, mozzarella balletjes en zeewier. En wat heb jij, Parisia? Ik heb haring, ik heb zalmsalade, zeewier en zalm. Oké, en dat is? Soep, de kippensoep. Dat is lekker, moet ik straks nog hebben. Nou, ik zou zeggen, bon appétit. Bon appétit. Waar vraag je het dan als je daar komt? Als je op willen wonen? Nee, dat moet je hier vragen. Ja, we gaan weer een bord vullen. Maar dan moet ik wel eventjes wat willen. En ik pak dat. Een beetje. En klein beetje. Nee, geen wortels. Nee. Nee, ik moet hier wezen. En we pakken een beetje broccoli. En champignonnetjes pakken we. Althans, nee. Dat is dat. Geloof ik. Zitaken? Ja, dat is ook veel. Nou, dan pakken we er ook nog wat champignonnetjes erbij. Waarom niet? En wat sipels. Lekkere sipels. Dat is ui in het vries. Ik weet het. Nou wil ik vlees. Waar ligt vlees? Kipvlees, varkensvlees. Juist. Of, ja, want vlees is bijna op. Ja, dat is bijna op. Nou, dat pakken we. Dat. Hup. En dan hier naartoe. Ach, waarom niet? Zoals een beetje. Zo, voilà. Nou, ik vind de rest wel gezegend. Maar dan moet ik naar de overkant zien te komen en dat gaat zo niet. Nee. Dat gaat het er niet worden. Even wachten. Dan mag mijn bord daar naartoe. Welke saus? Ketchup, soep. Dat wordt straks lekker klaargemaakt. Ik moet de kopjes lekker bezig voor iemand anders. En hoe vind je het hier? Super lekker. Superlekker. Jullie krijgen een compliment. Hoor je dat? Happy. Goed hè? Gaat alles goed, mevrouw? Ja, dat weet je toch. Hey, smakelijk meneer. De voeten ketchup. Ketchup, ja. Ja, voeten. Die wil ik altijd, altijd. Zo goed. Die is thuis ook. Thank you.
dat die voor jou is. Dat klopt. Ja. Dankjewel. Kom je nog even terug? Oh ja, kom terug. Ja. Veel plezier, hè? Ah, wat leuk, hè? Corina en de beestenboer. Ach, hoor. En dan Corina met u eten. Hartstikke leuk. Corina met u eten. Nee, hartstikke leuk. Oké, okay, goed. En dan mijn verjaardag. Leuk. Ja, nee, het is echt leuk. Maar wel leuk. En mijn dochter is ook een groot van elkaar. Ja, die elkaar is ook ook met En als je daar op YouTube komt, dan kom je uit dat van Nietzsche en Nietzsche. Hartstikke leuk. Veel plezier, hè? Dank je. Dank je wel, man. Ja, ik volg jou wel. Te makkelijk. Heb jij al gehad? Ik heb zeker. Ik ben nu al heel goed. Ja, dan heb ik weer een lekkere zwart. Ziet er lekker uit, hè? Ziet er heel lekker uit. Ja. En wie heeft mij zo'n grote glas volgegeven? Mijn hele. De ober. De ober. En wie is de ober? Jij of Karin, een van de twee. Ik kom niet aan drank. Nee hoor, ik heb het niet gedaan. Karin, nee, de ober heeft het gedaan. Ja, de ober. Wie zwijgt die stem toe? Hé Karin. Maar in ieder geval, we gaan weer lekker smikkelen en smullen. En moet je mijn glas zien, jongens. Oh, echt niet normaal meer. Wordt geen vlog vanavond, hoor. Jeetje Maria. Zou wel moeten. Zo, lieve vrienden. Ja, jullie zien het. Ik ben weer thuis. Ja, we hebben een hele heerlijke, gezellige middag met z'n vieren gehad. We hebben ook heerlijk zitten te eten. En dat hebben jullie wel gemerkt. Want ik ook heb daar even aan het filmen geweest. En later wonen ze er toch wel op. Ja, vonden ze toch ook wel weer leuk. Ook bij Karin zijn ze in de vlog te zien te zijner tijd. Dus het komt helemaal goed. En ik ben nou eigenlijk back and back af. Ik ben doodmoe. Maar ik ben ook met een vlog bezig. Nou, ik heb hem tot zover in elkaar al geknikkerd. Ik denk dat ik hem opsla en morgenochtend even verder ga. Mijn tijd is eruit. Ik weet niet of ik er nog eentje heb vanmorgenmiddag. Even koekeloeren. Want ik ben echt op. Ik ben kapot. Even daar naartoe. Daar naartoe. Ja, er staat er nog eentje. Dus dat komt wel goed. Als ik maar morgen bij tijd eruit ben. Want ik moet morgen ook bij tijd klaarstaan. En niet om 16 uur. Maar ik meen er rond een uur of twee, half drie al. Ik moet nog even aan Karin vragen. Als ze dat nog even door wil appen. En dan ga ik zo meteen onder mijn bed toe. Want ik ben echt kapot. Ik zit hier gewoon te slapen. Of ik duik even de bank. Misschien dat ik dan ook bij kom. Even lekker bij die meiden, lekker lang uit. Komt ook goed. Nou, jullie zien het. Ja, ik merk, wauw, jeetje. Maar in ieder geval, dat heen wanneer je een hele dag achter de boeg hebt. En dat het al verdrietig begon. En ik kreeg vanochtend al bij tijd een telefoontje. Ik was net aangekleed en opgemaakt, kreeg je een telefoontje. Van de stichting, organisatie, wat het ook mag wezen, Miep. Dat Claudia niet komt omdat ze bang was om uit te glijden. Nou ja, dat hele verhaal weet ik niet, want ik heb het verteld. Dus krijg je een ander. Ja,
En ik blijf het niet leuk vinden. En dan kan ik Karen ook wel weer zeggen van... Mam, ieder doet het op zijn manier. Ja, kan wel wezen, maar vroeger moesten we het ook, weet je. Oprotten. Ik bedoel, als je bang was om te vallen of wat dan ook... Je had toch te gaan. Ja, naar school of naar je werk, je had te gaan. Punt. Maar ja, ik weet niet hoor, de mentaliteit waar dat ligt. Maar ja, dat ligt bij mij is het dan heel ver weg... Ik bedoel, ik kom je werk na, want je werk is geld, weet je. Dus ja, wij moesten dat ook gewoon. Anders was het doe je de schaatsen maar onder je poten, werd er dan gezegd. Je kon niet schaatsen, althans, ik heb het niet gekend. Maar dan ga je gewoon glijend naar school. Of je ging glijend naar je werk toe als je nog geen auto of geen fiets had of wat dan ook. Komen deze wel. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, ik sluit bij deze de dag weer af, laat ik het zo zeggen. Dus ik zou zeggen, welterusten ook namens Elwing en namens Rijka, waar is die? Nou ja, die zit op de bank. En er loopt er hier nog eentje ergens te mekkeren. Daarom, meneertje Kandalf. En ik heb lichtjes buiten. Ik weet niet of jullie dat zien. Rood en groen. Ja, nou ja, ik zie wel groen. Flikkeren. En allemaal lichtjes. Nou ja, dat staat dus op mijn huis. Ik heb nou geen zin om weer te gaan naar buiten toe te gaan. Dus ja, dat dus. Laat het morgen of zo wel zien. Morgen ook weer een lange dag. Dus... Ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet er gewoon van alles met wat jullie gaan doen. Morgen dan gaan wij naar een lichtjestoer van tractoren. Dus ja, hartstikke leuk. Ik had een foto van Karin binnengekregen, die zal ik jullie even laten zien. Karin, Daro. Dan moet ik even weer naar boven toe, geloof ik. Een zin. Waar is die nou? Wat dikke piek. Ik zag toch een foto? Nee. Oh ja, dat zal wel met een link geweest zijn. Wacht even. Die. Even koekeloeren. Ja, ik heb hem. Leuk hè? Ja, vind ik van wel. Echt leuk, ja. Dus het komt wel goed. Daar gaan we van genieten. En dan merken we het wel. Dus ik zeg, lieve vrienden, voor nu, welterusten, slaap lekker met mooie dromen en gezond weer uit jullie bed zien te komen. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Thank you.